Als een grote elektriciteitscentrale op piekvermogen werkt, levert hij een vermogen van 1200 megawatt aan het elektranet. Een doorsnee huishouden neemt op de uren dat het elektriciteitsverbruik het hoogst is, gemiddeld een vermogen van 800 watt op. Bereken hoeveel huishoudens door de centrale van elektrische energie kunnen worden voorzien. Vaardigheid 2 gaat over het werken met voorzetsels. En die 1200 megawatt, is hetzelfde als 1200 miljoen watt. Oké, en dan zul je misschien afvragen van ja, is dit nou een milli of is dit nou een mega? Nou, het ligt natuurlijk wel een klein beetje voor de hand dat een elektriciteitscentrale geen milliwatts levert, maar megawatts. Maar hoe had je dat nou op een andere manier ook kunnen zien? Nou, er staat hier een hoofdletter. Dus dit hier is een hoofdletter. En hoofdletters gaan eigenlijk altijd over grote dingen en kleine letters gaan altijd over kleine dingen. Misschien kun je het herinneren, we hadden in het tweede jaar hadden we het trappetje hebben we gekregen als ezelsbrug voor het omzetten van die voorzetsels. Die voorzetsels die begonnen hier bij de micro, daarna hadden we de milli en hier zat geen voorzetsel voor. Hier hebben we de kilo. En hier hebben we de mega. En dat is dus de hoofdletter M. De kilo is de laatste met nog een kleine letter. Maar daarna beginnen de hoofdletters, die mega. En hierboven zit vanzelfsprekend nog de giga. En je raadt het al, die giga heeft een grote letter als voorzetsel. Goed, hoe gaan we deze nou oplossen? Nou, we hebben dus 800 watt. Dat is één huishouden. Nou, ik heb geen 800 watt. Ik heb 1200, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1200 miljoen watt. Want dat is wat dat voorzetsel zegt. Goed, ga ik me afvragen hoeveel keer groter die 1 nou is ten opzichte van de ander. 1200. En dat delen we door 800. En dan kom ik dus uit op 1,5 miljoen, miljoen huishoudens. En dan heb ik hier dat kommetje staan, dat is een beetje onhandig. Je ziet het al, dit is een heel groot getal. Die moet ik in wetenschappelijke notatie zetten. Dat wordt dus 1,5 maal 10 tot de macht 6 huishoudens. En vanzelfsprekend, op je proefwerk schrijf je dit hier eventjes in een volledige zin. Oké.